Waarom is de film gekozen? Oef, ja, dat is natuurlijk moeilijk. Allee, ik bedoel, dat is aan de jury. We hebben niet echt een juryrapport dat zegt van zo of zo. Maar ik vermoed omdat het een hele pure film is, een hele authentieke film. Belangrijk thema, vriendschap, relatie tot de ouders, hoe staat je in het leven, dat soort dingen. Dus ergens ook wel kaderend in de tijdsgeest. Ik bedoel, denk dat wel veel mensen daarmee bezig zijn. En dan verder is het eigenlijk een film die spectaculair is in de setting, maar in hetgeen dat gebeurt zijn het eigenlijk kleine dingen in het leven van die mensen over een langere periode, over tientallen jaren. Dus het heeft iets episch. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook niks echt spectaculair. En toch zit je heel de film lang op het puntje van je stoel. Dus ja, voilà. Maar hoe dat je dat doet, ja, dat is de film. Dat is het talent van Felix en Charlotte. Hoe was de premièreavond? Dat was zeer emotionerend. Heel, heel tof en heel glamorous. En hoe zijn de reacties? Ah, die zijn ook schoon. Ja, de ene mens ligt deze film meer dan de andere, maar dat is ook normaal. Het is geen film voor iedereen. Het is een film voor mensen die gevoelig zijn voor dat soort kleine, grote verhalen zo, die eigenlijk over het leven zelf gaan. Een speciale editie dit jaar toch wel? Voel je de sfeer hier, de buis? Ja, het is toch een beetje of dat kan van ons is, zo, wat dat natuurlijk een heel vreemd gevoel is. Want allee, we zijn sowieso maar één van de ja, vele regio's of landen die hier films in competitie hebben. Maar samen met de Broeders Dardenne uit Wallonië, drie Belgische films, of waar Belgisch talent heel, heel nadrukkelijk aan verbonden is, waarvan twee met Vlaamse regisseurs. Dat is historisch. En dat heeft te maken met een lang parcours. Dat is niet toevallig maken die een goede film en wordt je geselecteerd in de hoofdcompetitie. Dat is een traject waar dat je eigenlijk naartoe moet werken met verschillende films. Lucas, vorige keer in Certain Regard gezeten, Camera d'Or gewonnen. Felix al langer geleden in de Kenzijn gezeten, dan Beautiful Boy gemaakt. Het is echt een parcours daar naartoe, dus dat die lijnen dan nu samenkomen in één jaar, dat is straf. Ja. Het is wel niet de eerste keer voor jou, kan, hè? Nee. Het is de tweede keer in de zin van vorig jaar zaten we hier met La Civile ook in Un Certain Regard op dat moment. Met Theodorana Miai. Dus die is eigenlijk ook aan dat parcours begonnen. Hè. We hopen natuurlijk dat dat op termijn ook tot hoofdcompetitie kan leiden. Bon, en langer geleden was ik ook verbonden aan Girl van Lucas Dont. En daarvoor ben ik hier nog wel geregeld geweest met VAF. Maar dat is, ja, voilà, dat was op een andere manier uiteraard.